Angela Kenkhuis, coördinator van het Rijksvaccinatieprogramma. Voor wie doen we dat eigenlijk? We doen dit voor de 9-jarigen hier in de stad Almelo deze middag. En die kinderen die krijgen, de jongens en de meisjes krijgen allemaal de uitnodiging voor de twee prikken, de BMR en de DTP. Vinden ze dat niet eng? Ja, heel veel kinderen vinden dat best wel eng. Sommigen zijn een beetje bang, sommigen zijn heel stoer. En zien het hier gebeuren en worden dan toch nog een beetje bang. En gelukkig zijn heel veel kinderen die zijn helemaal niet bang. En er is natuurlijk iets leuks, hè, wat er achteraan komt naar die prikken. Ja, nou ja, wat we gedacht hebben of bedacht hebben, kinderen zijn bang. Hoe kunnen we nou maken dat ze dat in een keer ook vergeten zijn? Dus dat ze eigenlijk niet meer zo bang zijn na die prik. Nou, met een paar mensen meer over nagedacht. En hoe leuk is het dan om samen te werken? Na de prik kun je nog doorlopen naar de gezondheidsmarkt, zoals we dat genoemd hebben. En dan krijg je of een leuke tractatie, of iets met fruit, of iets met sport. Kunnen ze je iets over gaan vertellen? Kinderen zien aangeklede mensen in een leuk pak. Ze zijn zo in één keer ook die prik vergeten. Ja. Helpt het nou ook? Krijgt iedereen dat? We hebben hier in Nederland een beetje geluk, zodat heel veel mensen gaan de prik halen. Dus die ene die dan zegt van ja, ik ga de prik niet halen, want ik heb daar een reden over. Die gaat dan een beetje mee op de gezondheidsgraad van alle kinderen. Lift mee. Ja, dus hoe meer kinderen er geprikt zijn, dan is die ene enkeling wel beschermd. Maar goed, het is wel belangrijk dat we veel blijven prikken met elkaar. Dat ze blijven met elkaar allemaal beschermd. Dus zijn er hele groepen die zeggen we gaan het niet meer doen, dan wordt het wel weer een gevaar voor de gezondheid hier. Wat mij betreft is het zeker voor herhaling vatbaar. We zijn zeer enthousiast sowieso over de formule. Het fijne hiervan is het vinden van elkaar, het samenwerken van elkaar. En hoe mooi is het, wij zijn hier, wij nodigen 860 kinderen uit met hun ouders. Die komen sowieso voor de prikken. Nou ja, dan is het heel fijn om ze toch ook nog iets anders aan te kunnen bieden. Waar kinderen enthousiast van worden. Hebben nog kinderen over het sporten, het bewegen, over de voeding. Dus wat mij betreft zeker volgend jaar. Ja, en misschien wel niet eens alleen in Almelo, maar ook nog in Hengelo, in Enschede. Want dit is eigenlijk een beetje, ja, toch uniek voor Nederland? Ja, een soort van wel. Daar komen wij wel steeds meer achter dat het in deze schaal is het nog, voor zover wij weten, nog niet georganiseerd.